Ik ga ze ook nog eens even zo op de kant leggen. Ja, ik ben extreem bang voor krasjes, maar voor jullie doe ik dit gewoon. Voor jullie leg ik het gewoon op een manier dat het kan krassen neer. Oh shit, Gamer Gang. Vandaag is de dag. Ik ga jullie vandaag vertellen welke Switch is nou eigenlijk de beste Switch. Ik heb hier vandaag in mijn handen het normale model, maar ik heb ook in mijn handen het OLED model. De Lite heb ik nu niet in huis, dus die kan ik helaas niet vergelijken, maar laten we eerlijk zijn. We willen toch allemaal gewoon de Switch die zowel handheld als naar tv Switch. Dus vandaag gaan we het hebben over die twee modellen. En om te beginnen ga ik jullie eerst vertellen, wat zijn eigenlijk de verschillen in het uiterlijk? Nou, jullie zien hier al voor je, ze zitten allebei in dezelfde soort hoes. Wat je dus eigenlijk ook al direct zal vertellen, de Switch heeft exact hetzelfde formaat, alleen het scherm is iets anders. Ik pak in eerste instantie heel eventjes de oude Switch erbij, om jullie het een en ander te laten zien. Zo, hoe heb ik hem hier in de hoes gegoogeld? Voilà, daar is die. Jullie zien, hij is ook wat viezer. Dat komt omdat hij echt gewoon heel veel gebruikt is. En dan krijg je dat af en toe. Maar ik moet zeggen, het oude model, er is niet veel mis mee. Ik moet ook zeggen, ik ben nog steeds hartstikke blij met mijn Animal Crossing Switch. Maar vandaag ga ik jullie dus laten zien wat de verschillen zijn tussen de modellen. Oh my god. Hier pakken we hem ook. Kijk, zie je ook. Dan gaat het gelijk weer met wat meer voorzichtigheid. We zijn heel, heel voorzichtig met onze nieuwe sexy OLED Switch. Of ik hoorde van Joachim dat het Switch OLED is. Dus Joachim, als je kijkt, deze is voor jou, man. Goed, hier hebben ze liggen. En het eerste wat je waarschijnlijk al direct opvalt, is het verschil in het formaat van het scherm. Hier heb je nog die twee stroken eraan zitten en die ontbreken hier. Moet je nou eens even kijken. Zo mooi had het dus al vanaf het begin kunnen zijn. Was het helaas niet, maar nu zijn we er dan toch. En het grote verschil is, ik weet niet eens wat voor scherm dit is, maar ik weet in ieder geval wel dat dit een OLED scherm is. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen, of in ieder geval vooral laten zien. Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om het scherm. Maar het is mij opgevallen dat er nog een paar kleine aanpassingen zijn. Ten eerste ga ik hier eventjes proberen live om deze kickstand eruit te halen. Oké, ik moet zeggen, het is fijn dat het in de video snel lukt, want dit lukt me normaal nooit. Maar dit is dus het normale kickstandje die op de oude Switch modellen zit. En dan moet je een beetje zo heel link neerzetten. Ik voel hem niet zo. Ik hou ervan om een Switch zo neer te zetten en dan lekker met de Pro Controller te gamen. Maar dit voelde nooit echt heel veilig. En dan gaan we dus nu over naar het OLED model. En dan zal ik jullie ook laten zien. Ik heb heel lang zitten puzzelen om elke keer mijn vinger hier zo tussen te doen. Maar wat kan je nou veel beter doen? Je zet je vinger hier en dan klapt hij al uit. En kijk nou eens even wat een mooi. Oh jongens. En kijk even als je hem neerzet. Mijn god. Stabiel. Hij staat lekker. En dit is ook eigenlijk het eerste wat mij direct opviel. Deze kickstand is een van de grootste dingen die verandert qua het uiterlijk. En eigenlijk ook het kunnen van de Switch. En ik moet zeggen, het is geniaal. Maar goed, we gaan verder. Want er is namelijk nog veel meer. Wat dacht je namelijk hier van de gamecard lip? Hier is hij een stuk smaller. Hier heb je een mooi groefje zitten. Doe je zo je vingertje ertussen en wap, zet je hem open. Maar bij de OLED Switch, dames en heren, ja, dan moet je je nagels een beetje laten groeien. Want je moet er echt tussen gaan wrikken met je vinger. En daar heb ik eigenlijk best wel moeite mee. Vond ik best wel jammer. Ik snap ook niet waarom het aangepast is. Misschien waren ze bang dat er meer stof in kwam. Ik weet het oprecht niet. Maar ik moet zeggen dat dat dus een van de dingen is die nieuw is. Die mij niet echt heel erg aanstaat in het nieuwe model. Ik had liever gehad dat we hem hier gewoon zo met dat gleufje hadden. Maar goed, je kan niet alles hebben. Wat me nu wel gelijk opvalt is als ik die gamecard ding terugdruk, gaat deze Switch een beetje zo heen en weer. En deze blijft gewoon stabiel staan. Dus nogmaals, de kickstand is fantastisch. De gamecard lid iets minder. Maar ga ik daar echt precies op haten? Ik weet, ik heb dan liever toch het fijnere kickstandje. Maar voor de rest, jullie zullen ongetwijfeld al heet aan het kijken zijn. Wat zijn de verschillen die we zien? Nou, hier hadden ze het idee dat ze een meerdere gapende gaten moesten creëren voor deze, hoe noemen ze dat nou, ventilatortje die hier zit. En hier zie je dat die toch al wat smoother is weggewerkt. En moet ik zeggen, het OLED model heeft ook in dat opzicht weer mijn voorkeur. Iets wat ik niet helemaal begreep is de aanpassingen in de knopjes hier. Hier zie je ze er echt op liggen. En hier heb je ook een rondje wat dan zeg maar je aan- en uitknop is. En bij het OLED model, ja, je ziet ook al dat ze erop liggen. Maar ik kan je uit betrouwbare bron vertellen, je moet ze aardig hard indrukken voordat er überhaupt wat gebeurt. Ik vind knopjes en dingetjes altijd, ik ben altijd heel voorzichtig met mijn spullen. Dus ik vind het niet fijn als ik extreem hard moet gaan drukken. En dat is in dit geval helaas wel het geval. Dus bij deze moet je net wat harder klikken. En hier zou je ook zien dat de aan- en uitknop net iets groter is. Het is niet meer een rondje, maar meer een ovaal geworden. En ik weet niet echt wat ik daarvan vind. Eigenlijk hetzelfde als met de volumeknop. Het kost me meer moeite om hem in te klikken. En dan vraag ik me eigenlijk altijd gelijk af, waarom? Waarom hebben we dit in godesnaam veranderd?
Maar dit is volgens mij, zover ik weet, een klein beetje de uiterlijke dingen die veranderd zijn. Al wel één ding wat ik ook zeker niet wil vergeten is... ik zit inderdaad de speakers te zoeken, maar ik was even vergeten dat in dit model zitten de speakers hier. Dus dit zijn zeg maar basically je speakers op het oude Switch model. En wat ik wel heel fijn vind aan dit... Oh, hij is ook zo sexy. Als je hem dan aanraakt, voelt het ook gewoon een stukje fancier aan. Ik weet niet wat het is, maar... goed, in ieder geval lang verhaal kort. Hier zitten de speakers. Hier aan de onderkant zijn ook best wel grote strips. Dus ik moet zeggen, ik merk niet echt een groot verschil in de audio-kwaliteit. Maar ik vind het wel een stuk fijner dat ze daar zitten in plaats van gewoon voorin. Want dit ziet er toch ook gewoon niet uit. Twee van die... die gaatjes daar waar dan geluid uit moet komen. Voor de rest de knopjes waar je echt mee games. Niet heel veel aan veranderd. Ik merk ook niet echt dat er verandering in zit. Dat ze beter klikken of weet ik veel wat je zou willen. Wat ik trouwens wel merk is dat op het OLED model de Joy-Con wat vaster lijken te zitten aan het scherm. Dus dat is ook ontzettend fijn dat het niet na een tijdje een beetje gaat wiebelen. Nou moet ik wel zeggen, ik zeg na een tijdje. Dus misschien gebeurt het bij het OLED model tot uiteindelijk ook nog. Maar ik heb er zelf... in ieder geval tot nog toe geen last van gehad. En ik merk ook gewoon tijdens het spelen dat het is een robuuster apparaat. En daar hou ik wel van. Ik vond het aan de oude model toch altijd een beetje jammer dat het na een tijdje een beetje zo'n wonkly apparaatje wordt. Maar dat is ook verleden tijd. Goed mensen, ik ga jullie niet langer ophouden. We willen natuurlijk allemaal gewoon zien hoe de fuck ziet dat scherm eruit. Dus we gaan even kijken naar het scherm, dames en heren. Want die zien er zo uit, mensen. En ik moet zeggen, dit is toch wel een verschil. Ik heb bijna het gevoel alsof de onderste, de normale Switch, een beetje een doffig beeld is. Terwijl de bovenste, er zitten zoveel kleuren in. Het ziet er zoveel scherper uit. En wat me gelijk opvalt, dat is ook een van de belangrijkste dingen van OLED. Is dat de zwartwaardes heel goed zijn. Dus als je hier kijkt, ja, het is wel zwart. Maar je ziet ook ja, dat het niet helemaal donker is. Maar hier moet je eens kijken, je ziet die... belijning van het scherm en dan loopt het bijna in het zwart over in deze Metroid game. Dus dat vind ik echt super lijp, dat valt je gewoon direct op en we gaan even kijken. Want als het goed is, hebben ze nog meer screenshotjes, moet je eens even kijken. Hier zie je het eigenlijk nog beter, die zwartwaardes. En ik heb ook gewoon het gevoel dat hier veel meer kleur in zit. Ik heb zelfs het gevoel dat kleuren die niet eens te zien zijn, opeens op het OLED wonderbaarlijk naar boven komen. Dus ik ben zelf best wel onder de indruk eigenlijk van het scherm. Als je er zo naar kijkt, vraag je bijna af hoe heb ik het al die tijd gedaan met deze, met dit schermpje. En oh man, we zijn geblest man met dit OLED scherm. Ik kan het soms ook gewoon niet geloven. Ik weet nog toen met de Vita dat we zoiets hadden van yo, dit is insane. Maar dat was nog een relatief gezien klein schermpje. Maar nu hebben we gewoon dit mooie scherm. Moet je eens even kijken. We klikken nog even een screenshotje verder. En dan zie je het ook wel hoor. Jezus, wat een verschil mensen. Laat ook zeker even in de comments weten wat jullie vinden van de verschillende schermen. Is dit een soort van eye-opener dat je denkt, holy shit, de boy Tisco heeft wel echt gelijk. Die OLED ziet er fucking nice uit. We gaan even kijken, is er nog een screenshotje die het kan laten zien? Nou, moet je eens even kijken. Je ziet het gewoon direct. En dat, stiekem vind ik dat zelf ook al fijn. Tuurlijk heb ik hem gewoon op dag 1 gehaald. Maar je hoopt dan ook al dat het OLED-model echt een improvement is. En als je deze screen zo naast elkaar ziet... Dan is er geen twijfel over mogelijk. Qua scherm is het OLED-model overduidelijk de beste. En ja, ik merk het zelf ook als ik aan het gamen ben. Je zit er gewoon zoveel meer in omdat het zoveel kleurrijker is. En we gaan nog eens even kijken. Hebben we niet nog wat kleurrijks dan? En of we wat kleurrijks hebben, natuurlijk hebben we hier Animal Crossing. De game met de meeste kleur en de game die ons allemaal op de been houdt. En dit is eigenlijk ook wel een goede demonstratie om even te zien hoe het verschil is in de schermen. Kijk, tuurlijk de grote valt je per direct op. Maar ik vind gewoon echt dat het onderste scherm gewoon, het ziet er gewoon bijna flats uit. Het is gewoon bijna niet eens een scherm waardig opeens. En dat is best wel gek dat dat zo erg veranderd is. In eerste instantie, ja, ik heb hier gewoon, hoe lang is de Switch er? 4 jaar of zo? Ik heb 4 jaar lang gedacht dat dit het beste scherm is wat we konden krijgen. En nu is dit OLED model er en het is gewoon zo duidelijk dat het nog veel beter kon. Ik heb het hier echt over een improvement van keer 10 of zo. Ik ben echt wel mind blown. Ik moet ook zeggen dat ik voor deze video zelf nog niet echt mijn switches naast elkaar had gelegd. Dus ik ben best blij om het hier nu zo bij elkaar te zien. En het verschil is echt zodanig aanwezig dat ik kan hier nog uren over lullen. De boy is natuurlijk gewoon enthousiast. Maar ik denk dat jullie de picture wel begrijpen. Het OLED model, het scherm. Het is picobello mensen. Het is picobello. Maar goed, zoals jullie weten, de Switch bestaat niet alleen uit de console zelf. Je hebt ook nog eens een dock erbij. Dus we gaan even dock erbij pakken. Wat zijn daar de verschillen? Ik zal ze hier even netjes voor jullie neerzetten. Hier is het oude dock en hier is het nieuwe dock. Ik ga ze ook nog eens even zo op de kant leggen. Ja, ik ben extreem bang voor krasjes, maar voor jullie doe ik dit gewoon. Voor jullie leg ik het gewoon op een manier dat het kan krassen neer. Maar dan kunnen jullie tenminste wel kijken
Wat zijn nou eigenlijk de verschillen in het dock? Het is natuurlijk zo dat helaas zodra je op de tv gamet, merk je geen verschil of je nou een OLED of een oude Switch hebt. Dus in dat geval is er niks verbeterd. Althans, voor zover we weten, er zijn mensen die hebben gevonden dat er toch wat aansluitingen of dingetjes in het nieuwe dock zitten die misschien het ooit op een dag toch kunnen gaan opscalen naar 4K. Maar goed, laten we gewoon even kijken wat we hier hebben. We hebben hier het Animal Crossing dockie van de originele Switch en dan hier het OLED model. En het eerste wat je opvalt is, ik deed het in de vorige video ook, ik schrok me helemaal leplazerus. Maar op het oude model kan je dit klepje gewoon open doen zonder je echt zorgen te hoeven maken over of het gaat loslaten. Schijnbaar kan dat met het nieuwe model. En wat je ook opvalt is dat hier zit de AC adapter, USB kabeltje kan erin en dan ook nog eens je HDMI kabel. En voor de rest, ja, ik heb niet zo heel veel verstand van dat soort dingen. Dus ik ga niet echt in de inhoud nog iets nieuws zien ofzo, om heel eerlijk te zijn. Maar ik moet zeggen, mij is wel altijd opgevallen dat het is wel een fijn apparaat. Je sluit het snel aan, je hebt hem snel staan. Dus in dat geval vond ik het oude dock eigenlijk heel erg fijn. Ik moet ook heel eerlijk bekennen het nieuwe dock nog niet aangesloten te hebben. Dus dat ga ik waarschijnlijk na deze video toch maar eens even doen. Want wat me de vorige keer ook wel opviel is dat in ieder geval hier de binnenkant een heel stuk mooier afgewerkt is. Het glanst veel meer en ook hier de hoeken zijn rond afgewerkt, waar dat bij deze... Ja, ook wel rond, maar toch een stuk minder als je het zo ziet. Dus we gaan nog een keer het klepje eraf halen nu in de wetenschap dat we weten dat hij kan afbreken. Dus we gaan even kijken of dat dan ook gelijk weer gebeurt. Of is dat ook gewoon aan deze het hele ding? Dat hij gewoon, je haalt hem er zo af en dan, oh, dat is het. Je haalt hem, je moet hem er gewoon helemaal afhalen. Vind ik ergens ook wel fijn. Ik zat met dit oude dock toch altijd te stunten. Want dan tot eindelijk heb je hem zeg maar zo en dan moet je hier die kabels een beetje ertussen gaan lopen, wrikken. Maar het is natuurlijk veel fijner als je gewoon het hele klepje eraf kan halen en dat je dan hier de kabeltjes erop kan doen. Wat je gelijk opvalt is dat hier zit de AC adapter, daar zat hij op de vorige ook. Hier gaat de HDMI erin, waar is de USB heen? Geen idee, maar hier zit nu een LAN aansluiting. Dus als je een internetkabel erin wil doen, kan dat met het nieuwe dock. Op het oude dock zit die aansluiting er niet en ik zie dat de USB poort nu hier aanwezig is. En daar zat hij eigenlijk bij het oude model ook al wel. Ik zal hem eventjes zo neerzetten, zodat jullie dat kunnen zien. Dus eigenlijk zijn we ook gewoon een USB ingang of uitgang kwijtgeraakt. Ik ga toch nog eens heel eventjes op onderzoek uit of ze hem dan toch niet ergens anders er nog tussen gepropt hebben. Maar het ziet er naar uit dat we gewoon echt een USB-aansluiting beroofd zijn. Nou moet ik zeggen, maakt niet uit, want ze hebben nu tegenwoordig dat je eindelijk via Bluetooth je koptelefoon kan aansluiten. Ik had voorheen zo'n dongeltje die ik er dan in deed en die deed ik meestal in die. Volgens mij werkte die aan de voorkant niet helemaal. Maar goed, dames en heren, dit zijn de twee verschillende dokjes. In principe, allebei is gewoon goed. Kijk ook hoe vies ik die van de OLED vasthoud. Dat is omdat ik er voorzichtig mee ben. Ik durf hem niet met mijn vette vingers te veel aan te raken. Maar al met al hebben we hier toch een mooie collectie aan Nintendo apparaatjes. Waarvan de een beduidend beter is dan de ander. Vooral in het handheld gebruik. Op de tv merken er niet heel veel van. Maar ik moet zeggen, dat maakt voor mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Of tenminste, dat zeg ik nu. Omdat ik gewoon cool wil overkomen. Omdat ik wil dat als jullie een oude Switch hebben, jullie niet opeens het gevoel hebben, shit, ik loop achter. Mocht je het geld hebben en de interesse en vind je de Switch helemaal geweldig, raad ik je per direct het OLED model aan. Het is natuurlijk wel gewoon de superieure. Ik moet ook zeggen, ik heb het volgens mij al vaker gezegd, hij voelt ook gewoon wat fijner in de hand. Dus mijn voorkeur heeft sowieso het OLED model. Maar daarmee wil ik niet het oude Switch model uitsluiten. Dat is ook gewoon een hele prima Switch. En is het nou echt de upgrade waard? Ik denk dat je dat een beetje zelf moet bepalen. Kijk, als je veel in handheld mode speelt en je wil gewoon net dat wat grotere scherm, dan moet je zeker gaan voor het OLED model. En als het je geen flight uitmaakt en je alleen maar op de tv speelt, dan ben je even goed op weg geholpen met het oude Switch model. Dus dames en heren, hebben jullie nog vragen over de twee verschillende Switches? Drop die hier beneden in de comments. Ik wil jullie weer hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Schijn ik heel lekker op te gaan als jullie abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij een volgende video, mensen. Adios, amigos.